was wel even wennen, het ging bij mij niet echt spontaan. Om me te houden aan de regels, maar ik heb het toch gedaan. En na een week in quarantaine, ach dan wen je daar wel aan. Ik blijf nu anderhalve meter bij mijn medemens vandaan. Ik hou dus anderhalve meter tussen mij en de premier. En sinds kort valt ook een taxirit dus absoluut niet mee. En mijn barbier heeft van die afstand mijn baard is ook gedaan. Al heeft hij door die afstand mij waarschijnlijk niet verstaan. Wie gaan we? Ja, ik zit thuis. En op het moment dat ik straks helemaal beter ben, ik ben op dit moment klachtenvrij en ik moet de week volmaken. Vanaf dat moment ga ik ook weer in het werk. En zou ik theoretisch gezien dus ook weer lekker kunnen gaan zoeken en alles. Of ik dat ga doen, weet ik nog niet. Ik zit nog een beetje in dubio. Maar ik heb wel een klein beetje jullie hulp nodig. Want als ik de deur niet uit ga om te zoeken, uit respect voor alle mensen die wel thuis zitten, wat zou ik dan wel moeten maken? Ik kan natuurlijk 100 keer mijn vitrinekast laten zien. Maar ja, dat gaat op een gegeven moment een keer vervelen. Wat zouden jullie nou graag willen zien? Misschien dat ik wel een video maak van jullie requests. Ik ga van alle opmerkingen en vragen die onder dit filmpje komen, ga ik gewoon dingen uitpikken en ga ik kijken of ik daar een video van kan maken. En zo komt Jan Splinter door de... Corona. Zo komt Jan Splinter door de winter. Ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel te zeggen. Het enige wat ik echt wil meegeven is, hoe moeilijk het ook is, of je nou nonchalant bent, of dat je nou juist bang bent, of dat je de zenuwen ervan krijgt, of dat je het wel of niet met de corona-regels eens bent, maakt allemaal niet zoveel uit. Iedereen is vrij om te praten en te zeggen en te denken wat hij wil. Alleen, houd respect voor de ander. Wat ik ook mee wil geven, is probeer creatief te zijn. Hou de hobby de hobby. Probeer niet alle metaaldetectieforums om te turnen naar een discussievorm over corona. Over een discussievorm over de maatregelen van corona. Over wat de burgemeester beslist of wat Rutte gezegd heeft. Of die wel of niet een onaardige man is. Dat maakt allemaal niet uit. We hebben het niet in de hand. Want we zijn maar zo'n klein poppetje in Nederland. En we hebben helemaal niets te zeggen. Dus als we dan toch niets te zeggen hebben, laten we dat dan ook maar niet meer doen. Laten we gewoon lekker ons ding doen die we wel kunnen doen. En hou de forums schoon. Metaaldetectie voor metaaldetectie. En voor iedereen die op dezelfde manier als mij thuis zit, met de onzekere vraag, heb ik het nou wel, heb ik het nou niet? Sterkte, we komen er wel uit. Vergeet niet te abonneren. Bij de 8000 abonnees geef ik cadeaubonnen weg. 8. En het is wel lekker als je thuis zit en je verveelt je eigen, dat je je verdriet en je vervelenis een beetje weg kan shoppen. En dat is verantwoord shoppen, want je hebt ze gekregen, die cadeaubonnen. Hofstra! Vergeet niet te abonneren.